Goedenavond, beste mensen. Dit is het nieuws van 7 uur. Vandaag zijn er weer veel vluchtelingen toegekomen. Ze zijn er nog maar net en hebben daarom nog niet zoveel. We nemen even een kijkje in Brussel. Er zijn alweer vele vluchtelingen toegekomen in België. Ze zijn er nog maar net, waardoor er geen onderdak is en geen sanitaire voorzieningen zijn. Deze zijn allemaal hier terechtgekomen door gebruik van de bekende Balkanroute. Ze zijn van verschillende nationaliteiten, waaronder uit Syrië, Somalië, Irak, Afghanistan. Het bekendste probleem is IS, die nog altijd actief is, ondanks de bombardementen die nu al weken aanhouden. De vluchtelingen komen vaak hongerig en onvoorbereid toe, waardoor er nog altijd ellende heerst. De situatie ziet er nog lang niet rooskleurig uit. Vanmiddag werd er een grote betoging gehouden in Gent door de studenten. Onze reporter was ter plaatse. Je was voor meer vakantie, weg met pedagogie. Je was voor deze vakantie. Ze zijn aan het tonen omdat ze vinden dat ze meer vakantie moeten krijgen en minder huiswerk, dus minder lessen. En ja, ik zie dat het een beetje begint uit de hand te lopen. Ik denk dat ze nu de ingang gaan blokkeren. Wij doen dit omdat we willen dat leerkrachten creatievere lessen geven en meer interesse tonen in hun vak. En niet zomaar ons huiswerk geven, zodat ze er gewoon vanaf zijn. Wij hopen gewoon dat iedereen inziet dat dit echt menens is. En dat ze daar ook rekening mee houden in het vervolg. Vanmorgen zagen we weer beelden van IS. Door middel van een verborgen camera konden we ze bekijken. Kijkt u even met ons mee? Vanmorgen werden er weer beelden vrijgegeven door IS. Op de beelden zien we duidelijk 7 gijzelaars, waaronder 3 bekenden. We weten dat ze uit Damascus komen. Ze zijn mogelijk ontvoerd in de buurt van Damascus. Ze waren volgens bronnen onderweg naar huis. Ze worden nu gezocht door het leger, maar dat heeft nog niet veel succes. U krijgt meer te weten hierover als het leger iets gevonden heeft. Schokkende tafereel daar. Jongeren vinden meer en meer manieren om af te kunnen kijken. Net zoals in de Wingerd, maar daar gaan ze een stapje verder. Hier ziet u het. Dit zijn de grootste nerds van de Wingerd. Ze hacken de leerkrachten hun toetsen. Ze hacken alleen niet de toetsen van Laurens en Toon. Die zijn toch poepsimpel. Ze verkopen de makkelijke voor 6 euro per stuk, maar moeilijke vakken zoals Latijn en Wiskunde kosten 10 euro. Maar er is gevaar. Ze zijn 3 keer bijna gesnapt door de directie. De technologie staat niet stil. We hebben beelden van een trainingskamp. We weten zelf nog niet veel meer, maar onze reporter brengt verslag. Hier hebben we beeld van een grote groep jongeren die hun gevechtkunsten aan het oefenen zijn voor de grote massamoord op het einde van de week. Gecoacht door Nathalie Liohan. De groep jongeren komen van Bangladesh. Ze komen in opstand tegen de regering, omdat ze de grenzen sluiten en niemand mag er in of uit. Ontstaat er geen derde wereldoorlog. En dan nu sport. Vandaag speelde FC Wingerd tegen FC VIP. Het was een spannende wedstrijd. We nemen een kijkje. Thank you.
Vanmiddag werd er een belangrijke match gespeeld tussen FC VIP en FC De Wingert. Op de 51ste minuut werd er gescoord door Gazzaro, de enige vrouw van het team. Daardoor won FC Wingert met 1-0 en staan ze nu tweede op de WK-ranglijst. Weer in de beelden van IS gekregen, niet voor de gevoelige kijker. Nu wat beter nieuws. Ja. Het is vandaag de 25ste verjaardag van De Wingert. We gaan even naar de middelbare school in Gent. Beste kijkers, we zijn hier vanavond in De Wingert ter ere van een 25-jarig bestaan. Ze gaan voor die gebeurtenis ook een grote voorstelling geven in de centrale. In de projectweek werkt de eerste graad aan die voorstelling. We gaan een kijkje nemen in enkele klassen, zoals in deze. Gaat het? Ja. Welkom terug. Er zijn nieuwe reporters op de plaats van de expositie gekomen. Maurice, bent u daar? Ja, oké, Bram. Ja, oké. Wij hebben dus zojuist bericht gekregen dat er misschien 2 van onze collega's zijn omgekomen in een explosie. En we weten niet hoe dat komt, dus we gaan nu eens kijken wat dat er aan de hand is. Rustig dan. Ja, we zijn hier dus 1 uur later bij het accident of misschien aanslag, we weten het niet. En er zijn 6 doden plus de leerkracht en ook heel wat gewonden. We gaan nu eens kijken voor meer informatie en we gaan het vragen aan die jongen. Dag jongen, zou je wat meer informatie kunnen geven over wat er gebeurd is? Ja, dus we waren in het labo en onze leerkracht Geert was bezig met een experiment. En het ging allemaal zo vlug en opeens was er een enorme knal en het licht ging uit. En toen het licht weer aanging, was iedereen dood en gewond. Een paar van mijn beste vrienden zijn gestorven, maar ik weet niet of het met opzet was of was het toch een ongeluk. Bedankt voor jouw info. Sterkte. Wat is jouw mening over het incident of misschien een aanslag? Ik denk dat Geert het heeft met opzet heeft gedaan omdat hij was zo wat depressief de laatste tijd, omdat hij geen directeur meer was, maar gewoon leerkracht. Dus ik denk wel dat hij het met opzet heeft gedaan. Oké, ja, bedankt voor jouw mening. We zijn er natuurlijk niet zeker. Voor verdere conclusies moeten we wachten op meer onderzoek en dus meer info. Dit was bij nader inzien een speciale uitzending van het journaal. Dank voor het kijken en tot morgen.